Nou ja, u kunt het zelf zien, hè? Maximum van 7 dagen gevangenisstraf, verschillende boetes. Ik weet niet wat de officier van justitie er voor nu van gaat maken. Maar ik heb een verklaring afgegeven. Nee, dat was me al verteld. Hè? Ik heb het ook al eerder gedeeld. Ik heb een schriftelijke aanzegging gekregen en een uitnodiging dus om hier te komen, om me te verantwoorden. Dat heb ik vandaag gedaan. En ik vind het echt ontzettend wrang, persoonlijk wrang, dat ik vanochtend merk dat dus weer allemaal hatelijke teksten rond mijn huis zijn geplaatst. Dit is al een jaar gaande. Een van de daders is op heterdaad door ons betrapt, meerdere malen ook. Hebben we aangehouden, staande gehouden, hebben we aangifte van gedaan. Officier van Justitie wil niet vervolgen. Dat is dagelijks kost voor politici zoals ik, maar dit wel. Terwijl ook Grapperhaus wordt niet vervolgd. Femke Halsema heeft met duizenden mensen gedemonstreerd, wordt niet vervolgd. Ik vind dat echt verbijsterend. Maar voor alle duidelijkheid, wat houdt u boven het hoofd? Een aantal boetes en een maximum gevangenisstraf van 7 dagen. Wat verwacht u? Ik heb op dit moment geen verwachtingen. Ik zie het gewoon tegemoet. Maar ik vind het wel, ja, dit is dus wat Nederland is in 2021. Voor een haring eten en een spontane ontmoeting met Mat Wensen. Ik vind het verbijsterend. En ik vind het ook niet uit te leggen wat we aan het doen zijn met iedereen. En dan zie je dus Grapperhaus, die gaat trouwen. Hugo de Jonge zonder mondkapje in de supermarkt. Daar heb ik allemaal nog geen vervolgingen van gezien. Dit moet stoppen. Weet je, 17 maart, dat is. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat het wel heel toevallig zo uitkomt. Het is niet mijn keuze dit. Maar dit is. Heel Nederland ziet nu waar we naar op weg zijn met dit krankzinnig geworden kabinet met al deze coronamaatregelen. Het moet stoppen. En als dat de boodschap is van vandaag, dan heeft het tenminste nog iets goeds gebracht. Gaat u een kritische vraag? Nou, ik heb bij al mijn manifestaties heel erg uitgekeken. We hebben een glazen wand. Ik hou altijd 1,5 meter afstand. Ik roep mensen op om dat te doen. Ik ben er niet op uit om bewust provoceren of die regels te schenden, maar het is wel gebeurd op Urk. Maar dat komt door de spontaniteit van het moment en dat is het leven. Dat is wat mensen moeten doen en dat is wat mensen willen doen. En daarom moeten die regels stoppen. En daar kunnen we dus voor kiezen. Woensdag 17 maart, dat is de dag. Dan beslissen we deze zaak. Dankjewel.